Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb. Morgen krijgen we onze nieuwe bank en het leek me wel leuk om dit vast te leggen. Op dit moment waren we nog heel erg enthousiast over dat de nieuwe bank zou komen. Waarom dit allemaal anders liep, zie je in deze video. De bank waar we al anderhalf maand op wachten, toch? Het valt trouwens best mee. Het is hier galmend ook. Heerlijk, hè? Oh. Maar goed, we weten dus niet zeker of we die in elkaar moeten zetten of niet. Wat denk jij, schat? Ik denk dat we wel een koopstel moeten zetten. Ja, precies. Maar er stond op de site dat die moeilijk in elkaar te zetten was. Toen dacht ik van, maar hoe moeilijk kan het zijn? Het zijn twee stukken. Maar goed, we gaan het zien. Ja, maar schat. Ja. Yeah. Jij bent ook gewoon heel goed in dingen in elkaar zetten. Dus. Ja, maar hoe moeilijk kan het zijn? Twee stukken in elkaar zetten, dat is toch niet zo moeilijk? Nee, omdat jij zo goed bent. Deze meneer was vanochtend lekker bezig, hè? Dit is een mooie exemplaar. Kijk hoe robuust. We geven hem een 7. Nee. Toch? Ja, 7. 9,5, maar hij is zo groot. Het is zo vies weer buiten. Ik zei net tegen Guylaine, ik zeg, elke dag doe ik dat ding om die scooter heen, om geen regen erop te laten komen. En op de dag dat ik het dus een keer vergeet, gaat het regenen. Weken geen regen gehad. Erop. Ja, goed. Mooi kopje koffie hoor, meid. Kijk eens wat een mooi gezichtje jij krijgt. Wauw. Mooi hè? Zo, echt weer mooie latte art. Zijn er mensen die dit herkennen? Dat je, als er dan iets geleverd moet worden, dat je echt aan het wachten bent, vooral van die grote pakketten, waar je gewoon echt op een bepaalde tijd thuis moet zijn. Ik vind dat zo irritant. Ik snap trouwens dat het moet hoor. Ik wil er ook niet over zeuren. Maar meer dat je denkt van ja, de hele ochtend een beetje in teken staat van dat. En? Staat hier, schat? Ze zijn er, hè? We hebben een kind. Een kind? Ja, dat is ons nieuwe kind, toch? We hebben een kleine inschattingsfout, denk ik, gemaakt. Nee, hoezo? Hij is wel groot. Ja, je moet hem even tegen de kant zetten. Jezus. En mijn enige criteria was een hoek en die heb ik. Jeetje, dit zit ineens hoog. Deze nog neerleggen. Wat is zo groot, die grote kussen daar, joh. Ja. Gaat het nog echt inzakken dat je denkt, oh, dat is opeens veel kleiner? Dan moet hij wel, ik denk dat hij dan de helft moet slinken, toch? Ik weet het niet helemaal. Dat is die hoek. Ik had niet verwacht dat die hoek zo groot was, joh. Dat die kussen zo groot was. Ik denk dat we moeten wennen hoor. Nee, ik vind echt dat ding verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Oh, ik krijg het helemaal heet van je op die bank. Ik weet niet of dit nou echt dit onze bank is hoor. Als die hoek er niet aan had gezeten, had ik een heel ander verhaal gevonden. Dus gewoon echt dat je denkt van, dit moet in een groot huis kwijt. Zullen we maar de schuld geven dat op het moment dat we deze bestelden, ik net in mijn mindere periode zat? Maar misschien is dit leuk voor als je je eenzaam voelt. Je ligt ook zo charmant bij. Hij zit wel lekker, eerlijk is eerlijk. Wil jij hem vasthouden? Doe jij maar. Kom maar. Het is wel goed. Ik kan ook nooit meer terug. We kunnen gaan boksen. Dat is wel leuk toch? Oh. Ja, niet te hard hè, ik kan nee, dat niet. Nee, is goed. Nog één. Zoals je zag, moesten we nogal wennen aan de bank. Die hele dag zat ik op de bank, terwijl Guylaine rijles had. De volgende dag werden we op een onverklaarbare manier ineens niet lekker. Ik kreeg een hele erge allergische reactie erop. Misselijk, hoofdpijn. Echt hele erg hoofdpijn. Want dat was echt lang geleden dat ik dat had gehad. Rillerig. Het is een dag later. Ik werd ziek van de bank. Ik dacht echt, toen jij het in eerste instantie zei, dacht ik van... Eigenlijk is het handig als je nieuwe spullen hebt om 24/7 even te doorluchten. Maar vooral wanneer het zeg maar van de fabriek komt, want bijvoorbeeld bij IKEA spullen heeft het al heel lang in een magazijn gestaan en dan is het al een beetje eruit. En sommige mensen reageren natuurlijk helemaal niet op. Ik had een klein beetje hoofdpijn, mijn keel en zo. Maar jij was echt... Uitslag, heel misselijk, koppijn alsof mijn hoofd barstte, droge mond. Nou, dat was het volgens mij wel. Ja. Genoeg ook wel. Ik heb mensen hier herkenning in vinden. Wat het mij gisteren heeft geholpen is te douchen. Of nou, in ieder geval alles af te spoelen. Want toen werd het ineens beter, hè? Maar je kan die stof kan je dus ook door je huid opnemen, inderdaad. De stof waar we het over hebben is formaldehyde. En wordt gebruikt bij de productie van meubels. Online kwamen we veel mensen met dezelfde klachten tegen. Vooral als we het huis uitgingen, merkten we een verschil.
Na een weekend met klachten besloot ik de klantservice te bellen. Nou, we hebben een fantastisch weekend achter de rug met de bank. We zijn nog steeds, hebben koppijn. En er zijn nu krassen trouwens bijgekomen door de kat, terwijl we hebben gevraagd om een bank die niet kon krassen. We gaan het zien. Goedemorgen, u spreekt met Alme Ritstier. We hebben vorige week een bank van jullie geleverd gekregen. Nee, helemaal niks anders. We zijn het ook allebei. Ik zat ruim een kwartier aan de telefoon en de klachten leken niet heel serieus genomen te worden. Want over 3 weken hadden ze pas tijd om langs te komen. We wilden het zo snel mogelijk natuurlijk, maar ik kwam er niet echt uit. Oké, dag. Dag. Ja, ik kan er niet meer van maken, meid. We besloten om even langs de winkel te gaan waar we hem gekocht hadden, om te kijken of zij wat konden. Nou, we zijn maar naar de mall gegaan waar we hem hebben gekocht. Kijken of we daar verder kunnen komen. Het is op zijn minst een zwaar, hoop ik. In plaats van dat je gelijk... Afgelokt wordt, dat kan niet. En 10 minuten binnen geweest, zijn er geen steek verder. Over de kat zei ze gelijk van ja, die kunnen strepen achterlaten. Maar ja, als je dat ligt ook een beetje aan de stof, zei ze. Maar ik denk van ja, maar zeg dat dan, want dat hadden wij letterlijk nog gevraagd. Als ze had gezegd van ja, nee, met deze stof kan hij allemaal strepen achterlaten, dan hadden we het nooit genomen. Nee, natuurlijk niet. Ik ga geen bank kopen waar ik al weet dat er strepen op komen. We hebben dus ingetrapt dat het zogenaamd geweldig was voor katten. Zijn klachten, daar keek ze ook een beetje dwazig bij. Ja, dat heb ik zelf wel eens een keer gehoord. Vast wel, ja. Kan al nieuw meubilair kan je kop bij geven. Ja, ik ben er vaak niet zo gevoelig voor dat soort dingen. Met nieuwe meubelen heb ik nog nooit gehad. Nee. Na een hele dag in de weer te zijn geweest, kwam er toch uiteindelijk positief nieuws. Oké, nou, hoe staan de zaken ervoor? De zaken staan er zo voor. We zijn langs geweest, ze hebben gebeld. Kleine moeder heeft zelfs nog gebeld. Ze komen volgende week langs om te kijken, voor de krassen. Maar moet je niet even foto's maken, want ik moet even foto's doorsturen. Doe maar met mijn telefoon. Er zijn een paar streepjes, wacht, ik kan het misschien wel laten zien. En nu zie ik het eigenlijk niet. Oh ja, hier. Hier, dit. Hier, ja. Hier heb je een streep. Dit is helemaal overduidelijk. Nee, hier heb je streep. 2, 3 strepen. 2 strepen. Hier heb je strepen. Ja, maar ja. Hij doet hier ook helemaal niks. Kijk, wat hij nu gaat lopen doen, dat doet hij er niet op, hoor. Absoluut niet, nee. Ja. Daar heeft hij al die dingetjes voor staan. Ja. Er zat niks anders op dan een week te wachten. Hoewel we nog wel wat klachten hadden, werd het wel met de tijd wat minder. Een week later kwamen ze langs. Oké, jongens, het is even geleden dat we gefilmd hebben. Ze zijn voor de bank langsgekomen. Ik heb wel een week hoofdpijn gehad. Jij hebt vandaag, gisteren had je zelfs nog hoofdpijn. Ja, ik ga gewoon niet zo lekker op dit meubelstuk. Maar goed, ik denk, ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk gewoon weg is. Ja, want we hadden dus ook strepen van Freek met zijn nageltjes erin. En daar was een beetje het vervelende van, is dat we het aan hadden gegeven dat een kat hadden. En dat we hadden gezegd van, weet je wel, kan dat dan met die bank? En toen had zij gezegd, ja dat kan. Maar ze had niet aangegeven van, ja maar ja, als er strepen in staan, dan moet je wel met een grote borstel en water erop, moet je het helemaal gaan wegzitten boenen. Ja, ik vind dat nog rot voor jou, want jij krijgt helemaal flashbacks naar de paardenstal weer. Ja. Maar nu, hij is langsgekomen als een vriendelijke vent. Ik moet even erbij zeggen, een vriendelijke vent. En hij heeft het netjes opgelost. Ik heb het idee dat het ook wel echt... Ja, maar hij moet nog opdrogen. Hij moet nog opdrogen, maar... Dus dan pas zien we of die strepen er echt uit zijn. Ja. Maar als die gewoon eruit zijn, dan weet ik gewoon dat het een onderhouds... dat het niet heel erg onderhoudsvriendelijk is. Persoonlijk, ik vind de bank lekker liggen en ik vind hem goed zitten. Dus ik heb liever dat hij er blijft dan dat hij weggaat. Ja, dat is ook een hoop gedoe, hè. Want dan moeten we ook een nieuwe bank gaan kopen. Alleen de voorlichting vind ik dan niet zo heel goed. Maar het waren dan wel echt verkooppraatjes. Want ik heb echt nog geen borstel, nog geen strepen horen vallen de woorden. Nee. Zijn we blij met de bank? Ja. Toch wel. Wat lijkt die groot in dit shot, hè? Hij is nog niet eens helemaal wacht. Ja, maar dat is die grote plant. Kijk dan. Kijk, dit is de bank. Maar goed. Eind goed, al goed. We zijn blij met de bank. En hoewel de klachten er nog steeds een klein beetje zijn, houden we het hierbij. Ik wilde deze video met jullie delen, omdat er veel vragen over kwamen. Mocht je nog vragen hebben, laat ze vooral weten in de reacties. Tot de volgende keer.